het werken met het menu. Toen ik deze nieuwe pagina maakte, werd er automatisch een knop gemaakt en werd die op de laatste plaats in de menustructuur geplaatst. Dat ga ik nu aanpassen. Ik ga naar menus. En hier zie ik de menustructuur. Hier zie ik al mijn pagina's, mijn hoofdpagina's en subpagina's. En hier zie ik nieuwe pagina. Het werkt gewoon door middel van drag and drop. Ik kan hem naar boven slepen. Ik sleep hem nu naar de tweede plaats op de menustructuur. Menu opslaan. En als ik mijn site bekijk, dan zie ik hem op de tweede plaats in de menustructuur staan. Ik kan hem ook als submenu gebruiken. Daarvoor sleep ik hem een klein beetje naar rechts. Ik zie nu hier verschijnen subitem. Menu opslaan. Site bekijken. En nu onder Home hangt een knop Nieuwe pagina. Je ziet nu het tekstje verschijnen Voorbeeld voor tutorials in het witte kader. Waar kan ik dat invullen? Daarvoor ga ik weer terug naar menus. Als ik op dit driehoekje klik, dan kan ik hem openen. En hier bij titelattribuut kan ik invullen Voorbeeld voor tutorials. Hier heb ik nog een paar verplaatsingsmogelijkheden. En hiermee kan ik hem verwijderen. De knop verwijderen uit de menustructuur. Iedere wijziging die ik doe, daarbij moet ik weer het menu opslaan. Er is nog een bijzondere knop hier. Als ik hierop klik, gebeurt er niks. Deze portfolio knop is alleen gemaakt om daar een aantal subknoppen onder te kunnen hangen. Hoe maak je dat? Daarvoor ga ik naar menus. En daarvoor heb ik hier de knop links. Ik kan hier, wat ik nu ga doen, is hier een knop maken die heet hoofdpagina. En daar ga ik de nieuwe pagina onder hangen. De hoofdpagina zorgt dat die niet aanklikbaar is. Dat doe ik als volgt. Hier typ ik een hekje. En de tekst op de knop moet worden hoofdpagina. Ik klik op aan menu toevoegen. Deze klik ik op, sleep ik naar de goede plaats. Sleep ik hier naartoe. En de nieuwe pagina wordt daar een submenu van. Ik zie ook hier aangepast staan. Dat betekent dat dit niet verwijst naar een pagina, maar dat het gewoon een soort dummy knop is waar ik een pagina onder wil hangen. Ik klik op menu opslaan. En nu, als ik nu aan de voorkant ga kijken, dan zie ik een hoofdpagina. Als ik hierop klik, gebeurt er niks. En hier hangt de nieuwe pagina onder. Ik ga nog even terug naar menus. Wat belangrijk is, is dat ik hier voeg automatisch nieuwe top-level pagina's toe aan dit menu, dat dit aangevinkt staat. Dat vinkje zorgt ervoor dat op het moment dat je hier bij pagina's, nieuwe pagina, als je dan een nieuwe pagina maakt, wordt er ook automatisch een knop toegevoegd aan de menustructuur. Dat geldt ook voor de situatie als je een gallery maakt en de gallery koppelt aan een nieuwe pagina. Ook dan wordt van die nieuwe pagina automatisch een knop toegevoegd aan deze menustructuur. Ik wil nog één ding laten zien. Als ik naar de voorkant ga, zie ik dat nu alles in de hoofdmenustructuur staat. Ik kan ervoor hier ook een submenu aan toevoegen. Dan komt er hier een regel onder waar je ook knoppen in kunt plaatsen. Als voorbeeld ga ik even laten zien hoe ik de contactknop in de submenu structuur kan plaatsen. Dat gaat als volgt. Ik ga weer naar menus. Eerst verwijder ik de contactknop uit deze menu structuur. Dat kan ik doen door te klikken op verwijderen. Ik ga dit menu nu opslaan. Ik ga nu het submenu selecteren door deze hier te kiezen en hier te kiezen voor selecteren. Ik zit nu in het submenu. Hier zijn nog geen items toegevoegd. Dat ga ik nu doen. Ik klik op contact. Dat vink ik aan. En ik klik op aan menu toevoegen. En je ziet nu hier de knop contact dat die toegevoegd is aan het submenu. Ook dit menu ga ik nu opslaan. Als ik nu aan de voorkant kijk, dan zie ik deze knop in het hoofdmenu en deze knop in het submenu. Ik ga dat nou ongedaan maken.
Daarvoor klik ik hier op het driehoekje in het submenu. Ik verwijder deze knop. Ik sla dit menu op. Er zitten nu geen onderdelen meer in het submenu. Vervolgens ga ik terug naar het hoofdmenu. Dat selecteer ik. En ik voeg opnieuw de contactknop toe aan de hoofdmenustructuur. Dus ik selecteer hier. Ik zet een vinkje bij contact aan menu toevoegen. Hij komt er automatisch onderaan en ik kan hem naar de goede plek slepen. Menu opslaan. En zo is alles weer bij het oude.